dat er meer onderzoek naar moet komen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zoiets hebben van, nou ja, ik ben misschien niet zo bang voor de klachten van corona, maar ik wil absoluut geen long-covid. Nee, en hoe je dat en wie dat precies krijgt, dat weten we niet. Dat kun je niet helemaal exact voorspellen. Dus zeggen van, ik wil wel het virus, maar ik wil niet long-covid. Ja, dat gaat niet. Er gebeurt ondertussen veel onderzoek naar in Nederland. En ik ben ook actief, heb me ingezet om ook binnen de EU in te zetten op de oprichting van een Europees netwerk hierop. Met ook de bijbehorende financiering. En het goede nieuws is dat onlangs voor elkaar gekomen is. En ook in Nederland wordt er dan nu goed onderzoek gedaan naar hoeveel mensen hier nog gaan lijden? Nou, niet. Ik ben heel vaak gevraagd, wil je hier een registratie voor opzetten? En daarvoor is het antwoord nee, dat wil ik niet. Want? Dat heeft een aantal verschillende redenen. Eén is, de klachten in de tijd, ze variëren. En het is heel lastig om precies te registreren. En tweede, en dat horen we heel vaak, we hebben in de zorg te maken met een enorme hoeveelheid registratielast. Okay. En ook deze registratie er nog weer aan toevoegen. Terwijl het ons niet helpt om te weten of het nou exact, wat het exacte aantal patiënten is. Het probleem is groot. En ik hoef niet te weten hoeveel patiënten het exact zijn. Nee, maar wat wel opvalt is dat als we het hier aan deze tafel over corona hebben gehad, dan krijg ik altijd weer 20 mailtjes van mensen over long-covid. En wat daar altijd in terugkomt is het verhaal, wij worden niet herkend. En mensen hebben zelfs erkend, of hebben zelfs het gevoel van dat er gedaan wordt vanuit Den Haag alsof het eigenlijk niet bestaat. Dat gevoel lokt het een beetje uit. Ja, en laat ik daarom gewoon nog een keer graag herhalen. Ik heb het destijds, dat hangt ook wel eens af van wat je dan op tc zegt, hè, wat hier destijds bij die afkondiging op tv gezegd heb, is het hele verhaal. Ja. Ik snap het wel hoe dat werkt. Er wordt dan een stukje uitgeknipt. We horen het maar hier wat ook vindt weer. U er? Wat wilt u zeggen? Wat ik wil zeggen is dat gelukkig voor de meeste mensen corona ondertussen net zo is als een verkoudheidsvirus. Gelukkig. We zijn ondertussen wat dat betreft veel verder dan 3 jaar geleden. Maar er zijn nog steeds mensen, met name Marion Koopmans hoorden we het ook zeggen, met een kwetsbare gezondheid die er ernstig ziek van worden. En er zijn nog steeds een behoorlijk deel mensen die daar langdurige klachten van overhouden. En daar moet verder onderzoek naar gebeuren. Want die klachten die zijn voor veel mensen ernstig invaliderend. En dat is de reden geweest om ook in te zetten in Nederland voor het onderzoek, maar ook Europees. Ja.